Hoe is het om weer terug op uw school te zijn? Nou, dat is een wonderlijk feit natuurlijk. Hè. Ik herinner me tot nu toe alleen de traliehekken. Maar nu komen er veel herinneringen terug. En het is, nou ja, het is ontzettend leuk. Het is zo lang geleden allemaal. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals storm met zacht geritsel in de tuin. Of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Als u zo kijkt en u ziet uw eigen tekst hier op de muur staan, wat voelt u daarbij? Ja, nou dat vind ik een heel prettig gevoel. Omdat ik een beetje terugkeer naar mijn oorsprong. En dat is de stad Den Haag en voor een deel deze school ook. Hè. Dus dat is leuk dat het hier hangt opeens. Iedereen op de Galvani-school vindt het bijzonder dat Remco Campert op het 100-jarige jubileum is. Ik ben heel blij om op deze school weer even terug te zijn. Hij is een voorbeeld voor de leerlingen. Is ook wel iets om trots op te zijn, hoewel we daar zelf natuurlijk niet echt aan hebben bijgedragen. Maar het is wel dat wat je wilt voor elk kind. Gebruik je talent en zie wat het kan doen. Hè? Daar is Remco wel het bewijs van. Zoals brede rivieren met een kleine bron. Verscholden in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die een sigaret aansteekt. Zoals liefde met een blik. Weet je waar het over gaat? Nee, maar ik vond het wel heel erg mooi. En wat vond je er zo mooi aan? Nou, gewoon, ja. En het is zo mooi geschreven. Jezelf een vraag stellen. Daarmee begint Verzet. En dan die vraag aan een ander stellen. Dank je wel.